Goedenavond, luisteraars. Dit is de uitzending van Marjehoe Smit en vandaag gaan we het hebben over piramides. De piramide waar ik geweest ben, natuurlijk. Maar dat begrijp je wel. In de zomervakantie ben ik naar de piramide geweest van Bosnië. En het aparte is dat heel veel mensen in Bosnië dus niet geloven dat het een piramide is. En dan heb je iemand die daar heel stellig van overtuigd is en ook onderzoeken doet. Maar dan blijkt dus dat hij heel erg tegengewerkt wordt, omdat mensen niet zitten wachten in veranderingen van de geschiedenis. Mensen zijn niet aan het wachten op nog een piramide die belangrijk is. En het is zelfs zo dat in Egypte een anti-promotie is, omdat ze eigenlijk niet willen dat die piramide in Bosnië bekend wordt. En het is ook heel apart, want als je die berg zo bekijkt, dan lijkt het ook net alsof alsof het gewoon een berg is. Er is niks aan de hand. Totdat je dus de tunnels in de berg tegenkomt. En een berg heeft geen tunnels. Het aparte is ook dat bij de piramide, de zonnepiramide, dat daar ook een fort heeft gestaan op top van de berg. En er is gewoon een laagje aarde en dat wordt gewoon gezien als grond, als aarde om te werken. En er zijn boeren die dat stuk land hebben daar. En dat is gewoon heel, heel typisch en ook heel apart. Ze hebben bekeken hoe of ook andere plaatsen, bergten in de streek, tunnels hadden. En dus kwamen we tot de ontdekking dat er verschillende bergen, dus eigenlijk piramides waren. En of ze die allemaal aan het ontginnen zijn, nee. Want een deel van die piramides zijn ook in de handen van Bosnische staat. En die zegt gewoon dat het er niet is. Dus wordt daar ook geen onderzoek naar gedaan. Dat is dat. Maar wat gewoon heel belangrijk is, wat heb ik daar gevoeld? Wat is er aan de hand? Is het een piramide en hoe moet ik dat interpreteren? Kijk, en dat is eigenlijk ook de vragen die ik had om juist naar die piramides toe te gaan. Om juist naar Bosnië toe te gaan om te kijken wat ik wel en wat ik niet voelde. Dus vandaar. Sowieso ben ik wat later ingestapt en dat komt gewoon omdat het hier in huis volop beweging is. De ene gaat erin, de andere gaat eruit en ik moest nog met mijn zoon naar de dokter vandaag. Dus ja, dat heeft ook de voorbereiding nodig. En oké, dat is het. Over de piramide. In feite is het een lichtplaats. In feite voel je juist heel veel als je op de top van de berg of de piramide bent. Want daar is de energie het hoogst. Heb je dat in de gaten? Zeer zeker van wel. Alleen, je moet eraan wennen. En als je het niet weet, dan denk ik ook dat je wel voelt dat de energie verhoogd is, maar dan weet je het ook niet waar. Er zijn mensen die dus daar excursies geven en die zeggen dan ook een verhoogde van energie zorgt ook dat je een nieuwe basis nodig hebt. Je kan die verhoging van energie dus heel moeilijk onder controle krijgen als je dus ook niet vanuit je basis een sterkere kracht naar je middelpunt en naar de midden van de aarde hebt.
En dat is eigenlijk heel erg logisch. Elke groei naar een hogere energie zorgt ook dat je sterker aarding nodig hebt en dat je ook sterker en steviger met je voeten op de grond bent. Het lijkt net alsof dat ook niet anders kan. Want als je dus hoog zit, is het ook gewoon heel belangrijk om dus met je benen magneten te hebben die dus echt de aarde in de aarde trekken. En dat zorgt er dan voor dat je in feite nog fijngevoeliger bent en nog meer van jezelf leert kennen. Want eigenlijk gaat dat erom. Het gaat er eigenlijk om dat je dus je beter leert kennen vanuit je innerlijke wetenschap, vanuit je innerlijke bron. En daar horen dingen vanuit de toekomst bij. Daar horen contacten met andere mensen bij, met buitenaardse mensen bij. Daarin is ook het contact met een stuk zeker weten van jezelf, dat hoort erbij. Het is een scala van dingen die zorgen dat je dus in feite in een verhoogde energie terechtkomt. En ook vertrouwd raakt in die trilling. En dat heeft ook allemaal te maken met de nieuwe tijd, zoals we dat dus zien, zodat we dat ook voelen. En de aarde moet op een heel snelle manier dus veranderen. En we zien alleen maar shit en we zien alleen maar negativiteit. Maar vergeet niet dat er ook heel veel positieve dingen gebeuren, daar waar dus geen rekening mee gehouden wordt. En ik kan vandaag nee zeggen en morgen plots ja. En dat komt dan doordat ik dus andere inzichten heb gekregen. Kijk, door die inzichten ondersteunen we elkaar en helpen we elkaar weer op een hogere niveau te reageren en te bewegen. We zitten in een avontuurlijke tijd. We zitten in een tijd waarin het oude en het nieuwe naast elkaar aanwezig is. We zitten in een tijd waarin sommige mensen heel materialistisch zijn en zich alles toe-eigenen. En anderen die zeggen van, ja, maar ik heb helemaal niks nodig. Als ik mijn droogje en mijn natje heb, of mijn broodje, dan ben ik gelukkig. Nou, precies. Daar gaat het ook om. En het gaat er ook om dat je dus je helpt te genezen van tekorten, van er niet mogen zijn. Dat we ook leren te creëren vanuit de mogelijkheid dat het kan. Dat er dingen aanwezig zijn. En natuurlijk merk ik dan af en toe dat ik zeg van, hé, Verhip, en dit moet ik doen, want anders red ik het niet. En dat moet ik doen, want anders geloven ze me niet. En dat is helemaal niet nodig. Dat is helemaal niet nodig. Dan zeg ik, hou op Marja, een parkeerplaats zou ik vinden. Hoe dan ook. En dan is het ook zo. In een drukke strand van Kijkduin, waar ook veel mensen Pokémon spelen, vind ik een plaats om te parkeren. En dan denk je van, het geluk lacht me toe. Of, ik zorg dat het geluk op mijn hand is. En dat laatste ben ik me ook bewust van. Ja, ook hierin is het de bedoeling dat je vanuit je hart leeft. En deze song is ook dat stuk vanuit je hart dingen laten zien, vanuit je hart dingen laten stromen. Dan ga ik dus naar de piramides toe. En wat is zo bijzonder dan? Dat je dus op de top van de piramide staat. En let wel, het lijkt gewoon een berg, hè? Je gaat gewoon een berg op. Zo lijkt het. Maar je ziet dat er ook dus heel veel vrijwilligers bezig is om die plateau
open te breken. Om niet open te breken, maar dat de betonnen platen weer tevoorschijn komen die de piramide hebben afgesloten. Die betonnen platen die zijn eigenlijk vol met zand en aarde. En als je niet beter weet, dan denk je gewoon van dat het grond is en zo. Dus ja, ik heb gewoon het gevoel dat dat er ook heel veel vrijwilligers die echt ook heel dicht bij de piramide willen zijn. Zelfs vanuit Brazilië, zelfs vanuit Mexico, zelfs vanuit andere plaatsen, dat die dus daar een stuk vrede voelen. Een stuk van er mogen zijn. En dat ze daarom ook meewerken om de tunnels uit te graven. Want de tunnels die gaan dus heel diep. De piramide in. En alles is op een bepaalde tijd helemaal dichtgegooid. En je ziet dat het dus hoe de tunnels lopen, maar het zit dan vol met puin. Dat is dus wat er gewoon op dit moment is. Ja, en dan is het zo dat, dat ze langzamerhand en ook met elkaar de dingen gaan doen. De dingen met elkaar regelen. En dat ze daarin ook steeds meer zien en vinden van zichzelf. Ze hebben ook allemaal hun eigen visie erop. En het grappige is dat het niet altijd dezelfde visie hoeft te zijn. Waarom ze er aan meewerken. Maar het hogere doel wordt wel hierdoor bereikt. Als je dus op de tempel bent, is het de plaats van mediteren. Is het de plaats om je de eenheid van alles wat leeft te voelen en te ervaren. Maar de tunnels van Ravne is in feite een must. Daar krijg je heel veel informatie. En daar zie je de tunnels die dus overal dus opengebroken zijn. De tunnels van Ravne is heel specifiek. Nou, je krijgt een helm op en je gaat naar binnen. En daarbinnen zie je dan tunnels en die volg je. En het is een weerwar van tunnels en ze raken elkaar ook weer. Het schijnt dat er ook steeds meer interesse komt van de Bosnische bevolking. Dus ook in het weekend zijn ze altijd open om de mensen te laten zien wat er nou werkelijk is. En daarin zie je dat de groepen ook steeds groter worden en dat er ook steeds meer bedrijvigheid komt daarin. Overal staan bankjes om te kunnen mediteren en dat is heel erg mooi. Het is dus in feite een piramide van deze tijd. Want er zijn dus plaatsen om naar jezelf te gaan en te kijken wat het je doet. Er zijn ook verschillende stenen te vinden in die tunnel. Die dus ook niet weg te slepen valt, want die zijn ook enorm zwaar. De stenen die zijn gemaakt van een soort van glas. Alleen aan de buitenkant lijkt het net alsof het gewoon klei is. En in die bruine stenen zijn kristallen. En men gaat ervan uit dat die kristallen door de mensen die toen leefden gemaakt zijn. En dat die een bepaalde informatie geeft aan de mensen. Dat de schakering van de kristallen ervoor zorgen dat je dus dieper de energie mag voelen. Dat je dieper verbonden bent met een stuk aarde. En het leuke is ook dat die stenen ook een deel is van de omgeving. Als je goed kijkt zie je dus in feite
de Bosna, een rivier die daar is, dus stromen. En is het een geografische plaat waar je je hand op legt? En dan vraag je af, hey verhip, die steen die door mensen, tussen aanhalingstekens, gemaakt is. Hoe zit dat? Hoe kan dat? Ja, dat hebben ze nog niet ontdekt, hoe dat is gekomen. Maar het is boeiend om te weten welke kennis men vroeger had. En dan gaat men uit van aardlingen, van mensen die dus op aarde zijn. Mensen die dus heel veel weten over de piramides. Maar er zijn ook verschillende soorten mensen die je tegenkomt. En dan vraag je van af van, zijn het wel mensen of zijn het misschien buitenaardse? Toen ik thuis was, kreeg ik al een soort van bevestiging, bericht, dat ze er waren. Ja, wie waren dat? Dat waren de witte mensen, of de witte wezens. En of ze van een ander planeet zijn, dat is eigenlijk nog ineens zo ontzettend belangrijk. Ze waren anders dan zoals wij eruit zien. Ze waren witter, lichter, luchtiger, net wolkjes. En je kon er zelfs doorheen lopen. Kijk, en dat is iets dat natuurlijk voor ons mensen helemaal niet zo bekend is. Maar ze zijn er wel. En het grappige is, men zegt van, die hebben vroeger geleefd, alleen ik kom ze nu nog steeds tegen. En ze hebben een hogere frequentie, ze hebben een hogere energie en kunnen met een hoge vibratie leven. Ze lijken niet op ons, maar wat let het als ik zeg dat ze ook nog steeds daar wonen. En ze zijn nog steeds bezig met die piramide. En dat vind ik zo knap. Dat ze dus mensen dus toelaten om via de piramide zichzelf beter te leren kennen. En dat vind ik eigenlijk een hele bijzondere, ja, wetenschap. Ja, ik kwam ze tegen. Ik kwam ze tegen in de gangen. En toen ik ze tegenkwam, toen dacht ik van, oh, ik voel me welkom. Ik voel me thuis. En het leek net alsof een deel van mij dus afgesneden was van deze mensen. En dat er nu weer contact meegenomen kon worden. Niets is wat het is. En we hebben een bepaald beeld van hoe het zou moeten zijn. Hoe mensen of wezens in die piramide moeten zijn. Maar kijken we niet te veel met onze menselijke ogen? Of horen we niet met onze menselijke oren? Als je daar open voor staat, dan zal je merken dat je ineens een familie erbij hebt gekregen. En de een kan het wel volgen, de ander kan dat niet volgen. En ja, voor mensen die daar nooit met piramides te maken hebben, is het gewoon heel vreemd wat er gebeurt. En wil je daar ook zeggen van, nou, dat klopt voor geen meter. En toch heb ik het gevoel dat onze wereld wel eens heel anders daaruit kan gaan zien als we ook contact maken met dit soort wezens die op onze aarde leven. Oké. Er zijn dus mensen of wezens die die tunnels gebouwd hebben. En er zijn ook weer andere wezens die die tunnels weer helemaal dicht gegooid hebben. En er zijn ook mensen zoals wij die die tunnels weer openen. En het gekke is dat je dus in feite vanuit de energie al die drie personen bezig zien op dezelfde tijdstip. En dan wordt er gezegd dat het 5000 jaar geleden is geweest
dat die piramide is gebouwd. En dat door die witte gedaantes gemaakt is. Tenminste, dat vermoed ik. En dat er in een andere tijdstip de piramide gedicht is. En dat de aarde overheen is gekomen. Waardoor het leek al op een gewone berg. En ik denk dat degene die dit ontdekt heeft, dat het werkelijk een piramide is, een hoger doel heeft. Dat hij geïnspireerd is geraakt. Dat er iets in zijn aandacht is geweest om te zien en te vergelijken en te kijken van hey Verhip, het is meer dan een berg alleen. Hey Verhip, hier moet iets zijn. En naarmate de tijd vordert, zie je ook dat er ook vorderingen gemaakt worden in de piramide. En het leuke is, we leren de piramide op een hele andere manier kennen dan dat we dat hebben oog hebben op Egypte en dergelijke. Binnen in de piramide, op de grond, is een meer. En dat meer bestaat uit helder blauw water. En dat meer heeft een hele sterke helende werking. Het aparte ervan is dat toen ze juist die tunnel openden, dat het blauwe langzamerhand verdween. En dat het dus eigenlijk de verhoogde energie die het heeft, ietsje naar beneden bijgesteld wordt. Je kan daar ook water halen die dus van dat meer komt. En het blijkt extreem genezend te zijn. Door onderzoek zijn ze erachter gekomen dat het water dus ook geen bacteriële waarde heeft. Dat het gewoon zo ontzettend zuiver is. Dat het voor niets anders bedoeld is. En ook heb ik het vermoeden dat het regenwater ook via de tunnels, via bepaalde kanalen, ook in het midden van de piramiden dus ontvangen wordt. En dat daarin het water een stuk eigen kracht heeft. Dus ja, zo werkt dat dus. De meer, het meer, het blauwe water, het geeft een stuk verkoeling. Het blauwe water geeft ook een stuk bewustzijn. Alsof je ineens bepaalde dingen herinnert van vroeger. Of van een tijd dat ver weg is. Maar wat is ver weg? Wat als 5000 jaar geleden gisteren plaatsgevonden heeft. We zijn in heel veel nieuwe ontwikkelingen bezig. Het creëren van onze eigen werkelijkheid bestaat. Maar ook dat tijd overbrugbaar is. Dat je zo in een andere tijdslimiet staat, terwijl je er eigenlijk niks voor hoeft te doen. Guusje zegt of de Maya's verbonden zijn met Bosnië, daar kom ik zo meteen ook nog wel bij. Maar het is gewoon zo dat er enorm veel gebeurt daar. Dat je dus ook die andere wezens heel makkelijk kan bereiken. En dan zeggen ze dat het 5000 jaar geleden is. Nou, we zijn allemaal tijdreizigers, want we zijn er zo. In 1 minuut kunnen we er ook zijn. Alle piramides zijn inderdaad met elkaar verbonden. We zijn dus gaan mediteren bij de blauwe energie. En dat is gewoon heel opmerkelijk. Het heeft inderdaad met het water te maken, maar heeft ook met een blauwe energie te maken. En terwijl ik daar zat, was het
Flits, 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 flits. En het leek net alsof libellen vloog met een enorme snelheid die je ook in een andere dimensie, een ander bewustzijn brengt. Nou, en daarin zie je ook een gele straal die ik ook bij de piramide van de Inca's tegenkom. En dan denk je van, ja, dat is dus een hele sterke verbinding met die piramide. En zo zijn er wel zeker ook dus linken met andere piramides. Andere plaatsen in die piramide hebben dus een link met de andere energieën. En ik denk ook dat het een stuk bundeling is. Bundeling van energie. Een bundeling van bewustzijn. En is het te vatten? Het is te vatten. En we gaan ook langzamer daar naartoe om al die waarheden te accepteren voor wat ze zijn. En het is dus zo dat mensen die rationeel zijn, die veel geleerd hebben, daar eigenlijk niet aan willen, die dat niet willen weten. Want je moet dan dus op een andere manier met je bewustzijn omgaan. Je moet op een andere manier naar dingen gaan kijken. En dat is dus heel apart. Nou, hier staat Indonesië. Ja, ook Glastonbury of de Stonehenge. Al die krachtige punten werken mee. Dus het zorgt ervoor dat het een stuk hoger bewustzijn is. Het zorgt ervoor dat al die plaatsen de energie, met de energie de mensen aanraakt. En ik heb zelfs het gevoel dat degene die dus de onderzoeken leidt, dat ook weet. Dat ook weet dat wat hij dus op zoek is, dat dat niet alleen voor de geschiedenis belangrijk is, maar voor de mensheid en voor de bewustzijn van hoe we met elkaar om moeten gaan. En dat we dus de natuur waarderen voor de schoonheid zoals het is. En ja, daarom denk ik dat ook andere krachtplaatsen met die piramide verbonden is. En het maakt niet uit welke piramide daarin belangrijkste is. Want ze hebben allemaal hun eigen taak. En het kan allemaal dus daarin meehelpen. Dus ja, zo werkt het dus als een heel groot stuk. Een heel groot stuk van een bewustzijn. Dus dat is het. Erik, voor jou. Ik zal op de website mijn lezing geven of neerzetten. Maar in het vervolg ga ik ook de radio-uitzending ook op YouTube neerzetten. Zodat ook andere mensen daarin kunnen meegenieten van wat er is. Dus en dat het voor heel veel mensen bereikbaar is. Ja, Spirit Bird van Xavier Rudd. Nou, ik vond het ook wel iets speciaals hebben. Er werd mij gevraagd van dat water, kan je die ook meenemen? Ja, die kan je meenemen. Die wordt daar verkocht. Kan je bij het water komen? Nee, want dat hebben ze wel afgesloten. Of hebben ze het donker gelaten, waardoor je moeilijk de weg kan vinden.
En dat is goed zo, want daar hoeft niet iedereen bij. Het is zelfs zo dat waar de blauwe kamer, waar wij gemediteerd hebben, dat alleen maar voor een enkeling geopend wordt. Tenminste, het is er wel, maar je moet een lichtknop op doen. En daar moet je van weten dat die lichtknop er is. En dan loop je daarin door. En anders merk je het nog geen eens. Maar dan vraag ik me af, hè? Want men zegt dat naarmate je naar binnen gaat, naarmate ook de energie verhoogd wordt, en naarmate dus mensen dus heel duidelijk een stuk aarding nodig hebben om zich prettig te voelen. En er wordt daar gezegd van ja, maar dan kan ook de energie heel slecht voor je uitpakken, want je bent helemaal niet gewend. En dan is het net zoals een kerncentrale, dat de energie heel erg verhoogd is. Goed, kan allemaal waar zijn, maar als je aardingen hebt, valt het mee. Lichtknopjes. Ja, Guusje, het is namelijk zo dat de gangen door licht aan verlicht worden, zodat iedereen het kan zien. Alleen bepaalde lichtknopjes. Die moet je per se zelf aansteken, want anders kan je die weg niet in. En daar zijn we dus achter gekomen. En zodat we die plek ook makkelijk konden komen. Maar weet je, als je dus intuïtief bezig bent met die plaats, krijg je ook intuïtief antwoorden. En dat is dus. Ook met dat lichtknopje dat we ineens ontdekten van oh hey verhip, zo werkt het. De eerste keer dat je in die tunnels bent, ga je met een leiding mee. En de tweede keer zeggen ze van nou je weet het wel, dus zoek je plek hier maar. En dat is ook zo. We zijn in de tweede keer zijn we toch een hele tijd bij dat plekje wezen mediteren. En dat is gewoon heel en heel bijzonder. Over de stenen die daar, het water, dat heb ik gezegd. Het is zelfs zo dat het water opgestuurd is naar Emoto. Die heeft er kristallen van gemaakt en die heeft het uitvergroot. En dan lijkt het net een geode met heel veel kristalletjes. Heel bijzonder. En het is niet een zo'n kristal die. Even recht en symbolenrechte figuurtjes hebt. Nee, het is gewoon eigenlijk een soort van geode die met allemaal kristalletjes er rondomheen. En het is gewoon heel mooi om te zien. Alleen ik heb gezocht op internet om er een plaatje van te vinden. Heb ik nog niet gevonden, maar dat gaat zeker lukken. En dat geeft dus ook aan hoe speciaal dat water is, hoe speciaal dat kan. En het water wordt gevoed door de bosnis zelf. Het lijkt net alsof het door bepaalde plaatsen de bosnis dus evenwicht heeft met de piramide. En dat er dus steeds. Water er doorheen kabbelt en ook weer doorstroomt naar de rest van de aarde toe. De stenen die daar verkocht worden. Ja, er zijn speciale stenen die daar verkocht worden. En hoewel de koopman die daar is, dus beweert dat al die stenen uit dat gebied komen, klopt dat natuurlijk niet. Er is dus geen kristal bij een calciet, bij een melkkwarts of wat dan ook. Dat is een gewoon veel te grote afstand. En let wel, een piramide kan nooit een grot hebben. Want dat klopt dan niet. Wel is het zo dat het speciale energie hebben. Wel is het zo dat het een verhoogde energie heeft. En ja, het is gewoon alleen dat
Dus daar toch wel relatief goedkoop in onze ogen verkocht worden. En dat er hier in Nederland plotseling een paar honderd euro bij geteld wordt om te verkopen. En ja, het is de vraag of dat wel relatief is. Alhoewel, als ik dus zie dat calciet uit Mexico is ook 60 euro de kilo. Nou, dat is dus in feite ook het gewicht en het geld wat een ander ervoor vraagt. En dan denk je van ja. Jacqueline zegt nee, dan weet ik dat ik ze daar kan komen. Ik wil er toch een keer naartoe. Ja, klopt. En ze hebben niet allemaal die stenen. Sommigen hebben die stenen. En ze beweren daar, en dat zijn dan de boeren die daar wonen, dat de ene uit de maangod komt, piramide komt, en de andere is de drakenpiramide. En ze hebben allemaal een naam gekregen, maar het is heel moeilijk om naar ze toe te gaan, want sommigen die hebben geen ingang. En je kan er alleen maar, ja, heel dichtbij komen als je weet waar het is. En dan is het gewoon voelen en ervaren. Ze zijn dus naast de zonnepyramide ook naar de maanpyramide toegegaan. Daar is dus ook een laag erbovenop, maar dat is een kleiachtige laag die heel erg snel verbrokkelt. En ja, hoe moet je dat dan zien? Nou, ze zijn juist bezig om de tunnels te graven die dus ook richting de maanpyramide gaat. Om te kijken wat daar van binnen is. En ik denk dat ze daar nog meer dingen zullen vinden. Want de maanpyramide, die wordt maar door een enkeling gevonden. Het is heel grappig, want er is geen wegwijzering. We moesten lokaal dus vragen aan mensen hoe we daar naartoe moesten gaan. En het oud mannetje die we hebben hebben gevraagd, die zei ook, ja, overal bandieten, overal bandieten. En dan denk je van, ja, ook dat hoort erbij. Ook zagen we een gokhal. En toen ik daar dus ging vragen waar die piramide was, zagen ze me liever gaan dan komen. En toen dacht ik van, volgens mij wordt hier behoorlijk gegokt. En je moet hier en daar vragen en dan kom je er wel. En er zijn geen boorden er naartoe. Dus je hebt er dus advies van andere mensen nodig. En dan heb je nog een drakenpyramide. En je hebt een lafpyramide. En je hebt moeder Gaia. En die zijn nog in handen van de Bosnische regering. En Sam heeft dus gezien dat daar ook dus tunnels in zitten. Dus dat het wel degelijk om piramides gaat. In plaats van dat het een berg is. Maar Bosnië wilde zelf niet aan. Dus die houdt het lekker zo. Dus ja, totdat het omslaat, denk ik. Totdat er zoveel buitenlandse gasten komen. Dat ze denken van, hé, verhip, nu moeten we zelf ook. En doet het er wat toe? Nee, dat doet er niet veel toe. Hopelijk spreken ze Engels, wordt er gezegd. Nou, veel spreken Engels. Maar handen- en voetenwerk werkt ook. Duits kunnen ze ook regelmatig wel. Dus het is handen- en voetenwerk en dan kom je er wel. Dat is gewoon weer helemaal eigen stuk. Maar goed, bij de maanpyramide hebben we moeten zoeken en de rest hebben we alleen maar gefotografeerd. Van hier is misschien de piramide en daar is misschien de piramide. En ik denk dat als ik de foto's ga bekijken, dat ik dan denk van, oh ja, even hip, deze heb ik wel gefotografeerd en die heb ik niet gefotografeerd. Dus
Ja, zo werkt dat dus. Nou, en wij zaten ook in een huisje van een boer die daar op de berg woont en waar die ook een marktkraam daar heeft. Nou ja, zo gaan die verbindingen. De ene die zorgt dat we goedkoop konden zitten en de andere die zorgt ervoor dat we een plaats krijgen. Nou, wat wil je nog meer? Ik denk van ja. En dat is ook een kwestie van vertrouwen, hè? Vertrouwen in wat je tegenkomt, vertrouwen in wat je doet. Die zeven chakra steen van calciet komt inderdaad niet uit Bosnië. Komt misschien uit Tsjechië, komt uit Duitsland, komt misschien uit Oostenrijk. Eigenlijk zijn ze daar nog, laten ze dat nog niet zien. Maar ik denk dat wel binnenkort dat ze dat wel zullen zien. Wel iets mee doen. Het is een hele mooie en heldere steen. En ja, ik zeg zelf van als het bij Bosnië te koop is, bij de Bosnische piramide, heeft het zeker ook de energie van die Bosnische piramide. Dus ook dat. Ja, het heeft allemaal zijn stukjes. Guusje heeft inmiddels een foto van het water in Bosnië gevonden. Ook heel bijzonder. En weet je, het gaat om je eigen flow, het gaat om je eigen meditatie, het gaat om je eigen werkelijkheid. En ik ben be me bewust dat iedereen een stukje van die werkelijkheid heeft. Dat hij dus een aanvulling kan geven op elkaar. En het heeft dus niet te maken met ik ben, ik weet en ik ben er geweest. Maar het gaat erom dat je elkaar aanvult. En het lijkt net alsof Sam, die daar de onderzoeken doet, dat ook op die manier te werk gaat. En dat het hem ook lukt op een gegeven moment om bepaalde dingen uit het isolement te brengen. Want het gaat hem er niet om dingen kapot te maken of te zeggen van kijk, dit doe ik nou. Maar het gaat hem er juist om dat er zo en zoveel kennis is door dit te zien, door dit te voelen, dat je daarin dus anders naar jezelf gaat kijken en anders naar een stuk werkelijkheid. En ik zeg van, wees welkom dat die werkelijkheid er mag bestaan en dat we daar deel van uit mogen maken. En dat is in feite gewoon heel en heel apart. En ik denk ook dat het hem ook gaat lukken om die wijsheid te verspreiden. En laten we dan eerst een stuk spirituele groep zijn die daar iets mee doet. Op een gegeven moment zal je merken dat de verbindingen tussen mensen zelf ook verandert. En wat ik dus ook meegemaakt heb toen ik al afscheid genomen heb van de piramides en alweer in Nederland was. Dat ik geroepen werd door een groep mensen, niet in mijn slaap, maar het was in een onderbewustzijn, een ander opening. Die liet me zien de sterren aan de hemel die in beweging braken. En waarin dus gezegd werd van welkom, welkom thuis, welkom. En dat was mooi. Dat was gewoon heel bijzonder hoe dat ging. Dus ja, dan is het ook makkelijker om te stromen. Dan is het ook makkelijker om te voelen dat je niet alleen staat, maar dat je met een grote groep bent. En ik ben van overtuigd dat als ik antwoorden wil weten, en als ik dat zelf niet goed kan vinden. Dat er altijd een bron van mensen zijn die me daarin helpen, die me daarin ondersteunen. En dat is zo bijzonder. Daarin is het gewoon zo van, we vullen elkaar aan en we voeden elkaar. En dat wat wij met elkaar delen,
voedt de wereld en geeft aan dat ze dus daar in de wereld in een andere energie zetten, in een ander bewustzijn zetten. En dat is precies waar het om draait. Dat is precies waar deze eeuw naartoe wil. Een stuk samenspel. Een stuk samen voelen. En wetende dat jij een andere ik bent. En daarin wil ik zeggen dat jij niet zo anders bent als ik. Dat jij in je energie mij aanvullen kan. En dat is in feite waar het om draait. Het is ook feite waar we naartoe willen. En dan zeg ik van, heb je antwoorden gekregen op je vragen en moet je dat allemaal lezen in die boeken? Nee, ik lees geen boek. Nee, ik wil voelen. Ik wil daarin de oorsprong voelen. En die kennis is er. Die kennis is er en die zal ook op een vrije manier doorgegeven worden als je behoefte hebt om dat te voelen. En het leuke is, dat ervaar ik niet alleen, dat ervaren heel veel mensen rondom me heen. Er waren vrijwilligers bezig om die stenen uit die aarde weer te halen. En dan gaat laagje bij laagje, een emmertje voor emmertje. Want daar is geen plaats voor graafmachines, daar is geen plaats voor zware materieel. Dus daarin is het zo dat ze dus dat met alleen handwerk dat voor elkaar krijgen. En dat is gewoon heel speciaal. Nou, en uit die bult die uit de piramide komt, heb ik mijn steentjes gezocht. En heb ik ook een paar mee naar huis genomen. Om gewoon te kijken en te ervaren wat er nou werkelijk met die stenen aan de hand is. Dus vandaar. Ik ga gewoon nog even een plaatje draaien. Ja, je zal zien dat het dus een hele andere aflevering wordt dan anders. Maar ik zit er echt vol van wat er dus op dat moment gebeurd is. En ja, wellicht gaan we dus volgend jaar vanaf Nederland een reis organiseren. Want dat was ook een van de doel. Ja, let wel, je bent 1700 tot 1800 kilometer bezig om daartoe te komen. Gelukkig is ook in Slovenië en ook in Kroatië de weg heel goed gaanbaar. Veel tolwegen, waardoor je dus in feite goede weg hebt om door te stromen en door te bewegen. En dat is alleen maar heel erg mooi. Goed, je hoort hier een hele andere programma dan wat geweest is. Gewoon ook omdat ik er vol van ben. En ik wil eigenlijk even het laatste half uurtje dus opvullen met de lichtenergie die daar stroomt. De lichtenergie die daar dus in beweging gebracht wordt. En dan kijk ik gewoon bepaalde mensen aan die ook dus aanwezig zijn hier op de chat. En dan zeg ik van, wat is jouw speciale doel om naar Bosnië toe te gaan? Of om je, en dat kan je zelfs in jouw prettige plekje hier op aarde, gewoon hier in Nederland bewerkstelligen. Want dan ben je daar, hè? Als je mediteert, ben je daar. Net zoals of je een Kabbala stroom, als je daarin zit, dan ben je daar ook. Als je dus in een piramide zit, ben je daar ook. Het is dus heel speciaal. Als je dus in Sarajevo bent, is het zo dat er nog 20 kilometer moet rijden naar Visoko. Ik denk dat er ook wel bepaalde auto's je naartoe kunnen brengen. En voor de rest is het makkelijk. Kan je er makkelijk overal naartoe.
Het is niet zo ontzettend ver. Alleen loop je dus op de piramide, dan is het trappetjes. En is het ook behoorlijk stijl. Je moet er wel wat voor doen. Je moet er ook heel wat voor over hebben om daar te zijn. Ja, ik vraag me af, Wil, als ik jou zo zie, wat gaat jou de lichtheid van de piramide jou brengen? En ik stuur nu een stuk lichtheid van de piramide naar je door. En je voelt nu al verandering. Het lijkt net alsof je wat met je voeten gaat trekken. Het lijkt net ook alsof er magneten aan je voeten gaan komen. Omdat je eerst een sterke balans nodig hebt. Een sterkere aarding nodig hebt. Om het hogere licht te ontvangen. Ook in de piramide is het niet anders. Daar heb je dus onder de piramide een hele sterke en zware verankering. En zal het met stromend water iets doen. En vanuit dus die verankering zal je merken dat er heel veel water in beweging gebracht wordt via de piramide. Dus ja, dat kan ook. Nou, Jacqueline zegt van taxi, voor slechts een tientje brengen ze je. Oké, en als je nou dan gelijk naar Ravne toe gaat, dan zijn daar boeren die jou ook weten waar je dus iets kan huren. Dus ook daar, dat is gewoon mogelijk. Wil, voor jou heb ik het gevoel dat juist die aarding en het water ervoor zorgt dat je meer licht in je systeem kan krijgen. En dat er dan een soort van mantel rondom je heen aanwezig is waarin je een stuk veiligheid en een stuk ruimte zal ervaren. En Wil, het is ook belangrijk dat je daarin dus voelt dat je dus één van hen bent. Één van die witte wezens. Het lijkt net alsof ze zeggen, welkom thuis. Beweeg je vrij. Dus dat is in feite iets wat ik heel duidelijk bij jou voel. En dan zal je zien dat Wil er helemaal niet is. Dat hij even iets anders aan het doen is. Maar oké. Dan mag ze het lekker terug horen. Goed. De volgende die ik op mijn lijstje heb staan is Josefina. En ik heb ook het gevoel dat voor jou het contact maken met mensen via de piramide enorm belangrijk is. Wil zegt van echt wel? Oké, goed zo. Ik zeg maar wat. Voor Josefina is juist contact maken belangrijk. En dat gaat op een andere manier. Dat gaat telepathisch. En je zal steeds zekerder worden dat je contact hebt. En het lijkt net alsof je in je systeem een poortje openmaakt. Waarin je dus een antenne uitslingert om beter te luisteren. En ook makkelijker te kan ontvangen. En meestal is dat in de vorm van een kristal. Misschien moet je eens een keer een kristal opzoeken die je dan mee, die je dan in je hand kan houden. Die dan jou gaat helpen. Maar wees bewust dat je dus lid bent van een grotere groep. Een grotere groep van lichtwezens die het allemaal als lichtwerker bezig zijn om de wereld te veranderen. En daar ben jij ook bewust mee bezig. Jouw plekje in de bergen kan ook, heeft ook contact met die planeten, met die piramide. En ook met de piramide van Bosnië. Zodat het ook stromen kan. En ik denk ook, Josefina, dat je daar niet alleen in staat. Je wordt er alleen maar sterker door, omdat je weet dat het niet alleen van jou is. Goed, dan ga je nog even een plaatje draaien. En ja, leuk toch allemaal?
Ik heb ook oud. Ja, en zo creëer ik een plaats van welkom zijn. En zo creëer ik een plekje waarin je dus gewaardeerd wordt voor wie je bent. En zo creëer ik een plek waar die dus in evenwicht staat met alles wat groeit en bloeit. Het leuke daarbij is dat als ik het creëer en als ik met mijn verhalen over Bosnië vertel, dat mensen ook steeds meer denken van, dit is mijn plek, dit is mijn wereld. En hier zou ik willen wonen of werken of aanwezig willen zijn. En dat is eigenlijk precies wat belangrijk is. Dat is eigenlijk precies waar het om draait. En daarom dat ik jullie ook een glimp geef met wat ik heb beleefd en wat ik vind dat belangrijk is. Dus, Josefina zegt, de piramide in Egypte en China zijn uit dezelfde materiaal gebouwd. Klopt. En ze hadden veel meer inzicht in wat de natuur nodig had. We hebben het nu. We hebben het nu over leelijnen. En dat is dan in een hele. In een fase. Van net beginnen. En vroeger wisten ze gewoon wat het was. Wisten ze ook waar de natuur behoefte te had en welke energievlakken er nodig waren om dingen in beweging te brengen. En wij mensen op dit moment zijn het aan verstoren. Zo is dat bijvoorbeeld ook met de aardgaswinning. Wie dat heeft verzonnen. Ja, en dan zeggen ze van ja, geld verdienen. Maar op een gegeven moment is het wel op. En ten koste van wat? Dan zeg ik van de aarde heeft daarin toch ook alweer wat in petto. En wil daarin ook zijn prijs vragen. En ik ben ervan overtuigd. Dat datgene wat ze dus van de aarde weghalen, dat het ook op een of andere manier als reserve weer opgebouwd moet worden. Dus ja, zo werkt het wel. Goed, en dan ga ik naar Tayla. Is Tayla nog? Oh, Tayla. Ja, Tayla. Ik zie bij jou zie ik het water, het helder water, zo helder en zo puur dat het heel erg eigen in zijn energie is. Hij houdt niet rekening met afvalstoffen of vervuiling van de grond. Dat is er helemaal niet. En zal daarin een pure beleving zijn. En ik denk dat het water jou een stuk genezing kan bieden. En het mooie is dat we daar niet naartoe hoeven te gaan, maar dat we ons kunnen instellen op de energie die daar aanwezig is. Dat kan je al met een foto doen van het water die daar gevonden wordt. Dan zal je merken dat er veel meer licht en veel meer evenwicht aanwezig is. Dus, dan denk ik van Tayla, zet een affirmatie van de Bosnische energie neer en je zal die ook voelen. En je zal ook de lichtheid voelen die er is. Dus vandaar. Dan ga ik naar Ruur toe. Weet je, onder de piramide is een hele blauwe meer. Met vertakkingen en zelfs met tunnels. En heeft raakt daarin ook de Bosnische Bosna, het water die daar aanwezig is. Er is ook een tunnel, een TKT-tunnel. En daar waren ze ook de tunnels aan het graven, maar daar zijn ze tegengehouden. Omdat het water door
door de wanden heen sijpelde. Ik heb het gevoel dat het altijd al zo is geweest. En dat dat dus bij dat stuk gebied hoort. Maar zij waren bang dat het helemaal zou inklappen. En dat daardoor de tunnels niets meer waard werden. Ik denk, Ruurt, dat bij jou dus juist die tunnels vanuit het... die hebben gewoon zoveel te bieden. Ik heb zelfs het gevoel dat die tunnels van ander materiaal is dan wij normaal kennen. En dat daar dus in de kiezelstenen, of ze überhaupt dus natuurlijk zijn ontstaan, of dat, dat die wezens daarin ook iets hebben gezorgd dat dat dus specifieke eigenschap hebben. Ik heb namelijk het vermoeden dat het wel zo is, maar ik heb geen bewijs. Ik kan alleen maar zien wat ze ermee doen. Voor jou is dus de tunnels belangrijk. Het materiaal dat in die tunnels aanwezig is. Daar zitten geheimen verscholen. En het lijkt net alsof als jij je verbindt met die tunnels, dat je ook een deel van die geheimen weer zal voelen en ervaren. En dat het dan ook voor jou meer gaat stromen. Ontdek die tunnels. En ontdek daarin een stuk van je eigen leven. Dus dat is iets wat ik aan jou te bieden heb. Dat is iets wat ik dus heel graag met jou wil delen. En dan ga ik weer eventjes een plaatje draaien. En ik heb gewoon hele bijzondere gepakt. Ja, dit is een oudje. En ook zo mooi. Hier krijg ik af en toe ook gewoon het gevoel van heel diep bij mijn kern zijn. Heel diep mijn emoties omarmen. En dan hebben we het ook inmiddels over andere piramiden die ontdekt worden. De huidige of de nieuwe tijdspiramides. Die in feite de mensheid spiritueel heel veel te bieden heeft. Emotioneel heel veel te bieden heeft. En het is niet te vergelijken met de piramides die we dus al ontdekt hebben. Omdat we daarin dus veel makkelijker naar onze eigen spirituele laag kunnen. En vanuit die laag dus ook ankers slaan naar andere mensen, naar bevolkingen. En het gaat nog ineens om... de rijkdom die ze daarin vinden, want die rijkdom zit in jezelf. En daar is de Bosnische piramide gewoon goed in. En weet je, ook daar zullen mensen aanwezig zijn die steeds meer zeggen van, we zijn daar. Dit is de weg naar een nieuwe begin en naar een nieuwe werkelijkheid. En er worden inderdaad veel en veel en veel mensen wakker. En Josephine zegt van, ook in Egypte is nog heel veel te ontdekken. Precies, en de waarheid, dat altijd de waarheid is geweest, zou wel eens een stukje zijn van de waarheid. Maar dat de waarheid eigenlijk veel groter is. Waardoor we ons weer anders moeten gaan bekijken hoe het allemaal zou moeten. Hoe we er allemaal mee om moeten gaan. Dus dat is het. Goed, dan ga ik voor een paar van jullie naar een flow van lichtblauw licht. En dat is voor Annie, en dat is voor Guusje, en dat is voor Lisette. De flow van lichtblauw licht. Dat lichtblauw licht heeft dus ook te maken met het water. En hoe die oorspronkelijk, zonder dat er dus gaten waren van deze dimensie, openingen waren.
dat was ook de energie die daar heel en heel vaak aanwezig is. En eigenlijk heel en heel veel licht met zich meeneemt. Het water dat in feite bijna fluoriserend is. Het water dat fluoriserend blauw, lichtblauw. En juist voel maar die lichtblauwe kleur, wat hij doet in je systeem. Het alleen al nadenken over die kleur en over dat water kan zorgen dat bepaalde healingsprocessen op gang gebracht worden. En weet je, en dat is ook weer een deel van onze tijd. Dat we iets niet hoeven te eten. Dat we niet hoeven te drinken. Dat we, als we al aan denken, naar dat stuk spiritualiteit, naar dat stuk licht kunnen gaan. En ik stuur jullie dat blauwe licht, omdat je daarin vrolijk mag zijn. Omdat je daarin jezelf mag zijn en ook vanuit een hoger aspect mag accepteren dat dat een deel van jou is. Dus ja, daarom dat lichtblauwe. En wie weet kom je door deze lichte eenheid ook naar een andere dimensie toe. En dat is ook mooi om te ervaren. Dus ja, vandaar. Nou, Annie zegt ook van wat mooi, dat lichtblauwe kleur hoort bij mij bij mijn zielenkleur. Je moet je daar ook vaker mee verbinden. Want dat helpt zo enorm. Enorm om er te zijn. Enorm om aanwezig te zijn. Goed, dan ga ik even weer terug naar de berg. En ik ga dus via de berg. Mij horen de berg, de piramide. En ik ga met mijn straal, met mijn lichtlichaam, ga ik naar het midden van het water, de bodem, de schaal met een albron. En het lijkt net alsof er daar in het midden een speciale bloem geopend wordt, die het licht naar boven doet schijnen, waardoor het licht dus, en dat wordt door veel mensen gezien als geel licht, naar buiten komt. Dit is ook hetzelfde gele licht dat je dus ziet bij Machu Picchu of bij andere piramides. Dat is een bepaalde universele licht dat dus de wereld, daar hebben ze contact met elkaar en de wereld op een bepaalde manier laat stromen. Dus, en dan zie ik Thea die zich verbindt met die mooie bloem, die mooie fragiele structuur, die in feite dus het evenwicht is van boven en de hele krachtige lichtenergie en de bodem die dus wil uitvloeien, uitdijen en ook de omgeving wil beïnvloeden via het water, via een het stromen. Komt hier van alles binnen? Ook kinderen en zo bedoel ik. Maar Thea, dat is, misschien kan je je daarmee verbinden met die, dat soort bloem, dat soort structuur, die in feite op een hele fragiele, maar hele mooie wijze een licht rondom je heen bouwt en ook een licht verspreidt. En dat het vanuit een positiviteit, vanuit een stuk liefde en een heelbron,
steeds krachtiger wordt en alle kanten vanuit kracht voorziet. Ja, dit is een stuk bewustzijn van er mogen zijn. Dit is een stuk bewustzijn van dit is het. Dus ja. Oké. Okay. Dit is het voor vanavond. Dit is het voor vanavond wat ik wilde vertellen. Je merkt dat ik er vol van ben. En je merkt ook dat er heel veel verhalen over te vertellen zijn. Dat je dus eigenlijk een andere werkelijkheid opent. Een andere dimensie opent. Waarin je het gevoel hebt dat je er mag zijn. Dat je dus jezelf mag zijn. Dat je je oorspronkelijke ik mag ervaren. En als je dat doet, ben je niet alleen. Ben je met een hele groep aanwezig. En zal het stromen. En zal er dingen mogen gebeuren. Kijk, en dat is wat het zo speciaal maakt. En dat is wat de energie laat stromen. En ik ga nu nog een plaatje draaien. Daarna ga ik stoppen met de uitzending. En ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor het luisteren. Want ik ga ervan uit dat ik dus ook dankzij jullie die energie mag voelen en ervaren. En dat ik die energie dus ook zo goed mogelijk weer mag geven. En dan ga ik dus